Ik hoorde een klap. Ik ben naar buiten gegaan. Of eigenlijk nog niet eens naar buiten gegaan. Ik zag een andere auto aankomen. Die stopte. Toen dacht ik van, er is iets gebeurd. En toen ben ik naar buiten gegaan. En toen zag ik iemand hier op de weg liggen, op de kruising. Met de fiets naast haar. En haar schooltas naast haar. Ik ben direct naar haar toe gegaan. Gevraagd hoe het met haar is. Wat er aan de hand was. Of ze nog wist wat er gebeurd was. Of ze nog bij bewustzijn was. Of ze pijn had. Dat had ze duidelijk. Heeft ze ook duidelijk aangegeven. En eigenlijk heb ik geprobeerd direct 112 te bellen. Alleen mijn mobiel had geen bereik op dat moment. Dus ik ben gewoon weer naar binnen gegaan. En ik heb dus gebeld vanuit huis. En nou, ze waren er vrij gauw bij. Ze hebben haar been gestabiliseerd. Ze heeft waarschijnlijk iets met de enkel, maar het is niet duidelijk wat. Haar verhaal, er kwam een auto aan. Ze dacht dat die stopte. En ze fietste dus door. Helaas reed de auto ook door. En daardoor is eigenlijk het ongeluk gebeurd. Ik heb EHBO, maar ik heb heel weinig eigenlijk eerst hulp hoeven te verlenen. Want ze lag al vrij snel zelf op haar rug. Ik zag alleen dat haar been er niet lekker bij lag. En die hebben even een beetje gestabiliseerd. Dat die een beetje beter stil lag. Dat het dus niet alle kanten op zou kunnen gaan. Gewoon voor zekerheid dat er niet nog verdere breuken, eventuele breuken zouden kunnen komen.